Hey, ik sta hier in het bekende Franciskiedorp Lemmingwier, 1800 meter. Het is ongeveer een graad of 30 rond het middaguur. Achter me zie je een weggetje lopen. En dat weggetje dat komt uit bij de skilift van La Tounjette op 2400 meter. Dus ik heb nog een flinke rit te gaan. En dat is het tweede deel van een nieuw Frans fietsproject. Dat is echt heel gaaf, want ze zijn hier een aantal mountainbikepaden aan het asfalteren. En die zijn echt alleen maar toegankelijk voor fietsers. Daarmee ontstaan eigenlijk gewoon nieuwe beklimmingen, nieuwe cols. Col de la Loza, misschien ken je die. Dat is het eerste deel wat opgeleverd is. En dit is het tweede deel. De klim naar La Tounjette dus. 2400 meter, meteen een van de hoogste cols van Frankrijk. Tweede deel, dat zal ergens volgend jaar worden opgeleverd naar verwachting. Dus hij is nog niet helemaal, je kunt nog niet doorrijden. Maar goed, ik ga kijken wat het is. Hij schijnt nu helemaal klaar te zijn. Een beest van een klim. Er zitten hele steile stukken in, heb ik me laten vertellen. Nou, ik ga het zelf ontdekken en ik hoop dat het een beetje te doen is. Hoi!